Mag ik ook even vragen, hoor? En de snelste man die de eerste ronde doorkomen. De snelste man, Roelof Hutte, wil dat proberen. Dames, voor de verder van de 35. En dan gaan we nog zeggen. Succes, hè? Oh! Wat een rust, hè? Wat een rust, wat een rust, wat een rust, wat een rust. Ik heb er niet. Oh ja, dat is al. Ik 44 minuten en die heeft ook twee keer achter elkaar gewonnen. Jacqueline Rijms. Ah, dat is. En komen ze dan? Ja. Toch, kijk, 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 nog licht, nog licht, nog meer licht. Dan. We zullen goed kijken of het klok is. We proberen hier de jongen van de kom. De bijen zuisteren, nee. Ik hoop dat dit ding blijft werken. We hadden hier nog licht op vanavond, maar dat licht is uit. We gaan hier goed op kijken, want hier is het bijna niet meer te lezen. Dus we proberen dat het allemaal blijft gaan, hoor. Klaar, is natuurlijk ook een man die we ook in de vaandel hebben. En als we daar kijken met nummer 7, dan gaan de mannen wel door hoor. Dan een neer aanmaken, daar zit er een neer binnen bij. En dan allemaal mannen die echt de estafetteploeg kun je herkennen van die rode nummers. En dan als je over de estafetteploeg hebt, dan kun je wel zeggen dat die in de eerste keer dat dat gehouden werd, dit is de vijfde keer, was het CF Kunststoffen die won. Van de klasse, als je hier doorkomt, laat je boven gaan daar doorkomen. Zit daar Herbertje bij, als ik dat goed zag? Nou, hij is toen weer door, maar dan zit Herbertje ook bij, hoor. Ik denk dat het Marlene is, die daar door zit. Hier al de kinderen hier op het volgende moment. En 12 gaat doorkomen. Klok staat op die 11 minuten en 18 seconden. Doet de Dennis Kras, daar zit die controleband bij. Maar zo stel ik over. En staat dit. Zit daarbij Christian Kuiper. Kijk, Botter, daar zit die Herren Bouwhuis bij. De ambtenaren van Europa, dat is er wel, hè, Johan en Sloer. Ja, dat moet je denken. We hebben Ruud Bingham mee, jongens, ik hier wel hoor. Is ook zo'n toppetje, hè. Is ook zo'n toppetje. 746 zit erbij die daardoor gaat. Ruud Bingham mee. Thank you.
kunnen we zo dadelijk nog even kijken. Want we gaan natuurlijk kijken, daar mannen, met nummer 7. Akkerman, hè, Akkerman. In die doorkomen in die 25-34. 25-34 van Akkerman aan de leiding. En Jan Kullen, de winnaar van vorig jaar, op een tweede plaats. Hier heb je de extra pitten binnen. Nou, we kunnen kijken, dat was een achtervolle verschil. Hebben we natuurlijk hier Erwin Akkerman en Erwin Kullen. Gaan die topatleten, dan mag je natuurlijk zeggen dat deze mannen in vorm zijn. Hè? Akkerman, wat kunnen we daarvan zeggen? Want hier is de creme de la creme van de achter. Dan moet je even kijken. Zal ik het? Ja, hij gaat de estafette vloeren. Kun je goed herkennen aan de ronde nummers? We hebben 27 minuten staan. Ik zeg het altijd weer. Weet u wat het wereldrecord is op de 10 kilometer? Dat wordt vandaag 26-44. Jongens, kom dat maar, Lisa, Hans, net erin. Want, ja, is de hand van, is de gekrampte hand. Ik heb erin. Dochter. Komt-ie. Dat is de vrouw. Hé, Erieke, ik zeg het nou goed, hè, Erieke. Jongens, kijk eens wat hier gaat gebeuren. Nee, dat is niet, dat is mis. Ik zet de estafette, jongens. Onder de 30 minuten, dat is bijna een wereldrecord. 29 minuten, 29, 45. Nou, dat zijn natuurlijk wel wereldtijden. Roelof van een bodypainting, hè. Kijk maar naar zijn shirt, hè. Hij heeft drie kleuren groen erin zitten. En als we maar kijken wat naar Edith, is het snelste vrouw bij de vrouwen bij de letter. Kunnen die ook uitkomen op 34 minuten? Jan Kullen vorig jaar 34-47. Erwin Akkerman in 2015 33-48. Dat zijn natuurlijk wel hele mooie eindtijden voor deze topatleten. Dat mag duidelijk zijn. Akkerman ooit zilver. Trouwens echt vorig jaar tweede. En dat wil hij natuurlijk wel even gaan verbeteren. Eike Jacobs, het tweede bij de vrouwen 35. Eike Jacobs, altijd goed in vorm, mag je natuurlijk zeggen. En hier goed vinden, sorry. 75 is gewisseld. Nou, dan gaan we kijken. We hadden natuurlijk vorig jaar 36 minuten. En hier is ook een mooie job, want dat mag duidelijk zijn. 814 gaat die laatste ronde straks in. En dan gaan we het opmaken. Want ze zitten volgens mij door in de laatste 800 meter. Hoor. En zij, ik denk dat Akkerman zijn laatste ronde ten volgende nog wat opstandsproeven. Dat mag duidelijk zijn. Kijk, ja, haha, vind ik wel een mooie eindprint, toch? Was dat een mooie Sommelaar? Ah, dat is mooi, hè. En die is mobiel, dat kun je zien, hè. Die is mobiel. Sommelaar, we gaan kijken naar Akkerman. Erwin Akkerman is een fenomeen, mag je zeggen. Goede atleet, sterk, veel vroeger, hè. Podium. Erwin Akkerman, wat vorige week woensdag was hij tweede bij de mannen 35. Daar zou ook de stappen hier Engelsen naar 21-37, wat ja, vorige woensdag komt hier stappen. Daar is het, met 802, mag je natuurlijk zeggen, Marlene Herber. En Marlene Herber, dat de winnaar is van vorig jaar bij de Bras. Jongens, we gaan kijken, daar komt die Erwin Akkerman. Vorige week in stappen tweede, 3 jaar geleden hier tweede. En dan gaat hij naar de eerste plaats in 33-51. 33-51. En die 33-51 herhouding, dat is 57 seconden. 3 seconden minder is het snel dan toen je tweede werd in 2015. En ja, dat is 34-47. En dan vonden de mannen de andere derde van de deelnemers. Gaat hier naar een tijd van 34-30. Je bent 17 seconden sneller dan vorig jaar. En zeg het, de man die eerste werd vandaag was iets langzamer dan toen die tweede werd, dat is 52. En hij is sneller hoor. Ah, goed man, als hij hier zo binnenkomt met nummer 747, dan dat je binnenkomt lopen naar die eindtijd hoor. Dat is
36 minuten staan en ze hebben nou 34 minuten staan. Ze zijn op 1 seconde na zijn ze 2 minuten sneller dan vorig jaar. Dus wat lijkt je om morgen bloemen te kopen bij Carlijn? Want misschien hebben we dat in de aanbieding, want we worden voor de 4e keer de allerlei fiets klaar. Voor finish, er zijn ook mensen die hier nog finish doen. 37 minuten, de man met nummer 7 is dat. Goed gedaan, René. René, je meisje ligt aan kop, hè, bij de jongens. Hij sloot bij de dagen, hoe van mij weer. Je meisje ligt aan kop bij de jongens. Nou, vul het maar in, hè. Wat van rare dingen of je kunt zeggen. We gaan kijken naar de finish bij de jongens. En dat is natuurlijk de man met nummer 776. Is hij blij of niet? Een tijd van die 37-31, hoor. 791 gaat daar binnen. We hebben natuurlijk daar Nicky Dam, die daar de klokken laat stilstaan op 37-46. Goed gedaan, Nico. Hè? En het aard van de vinnen zou die ook zo bijna gaan staan. En als we dan 859 hebben, dat is ook geiten. Is dat de geitenmelkerij? Hoe is dat, hè? De geitenmelkerij. Dat is een van de 30 internationale teams die op de podium gaan staan. En 39-40. Ja, dan moeten we natuurlijk zeggen, chapeau 39-40 is een hele mooie tijd. En dat is, moet even goed kijken, dat is 20. Dat is 49 seconden sneller dan je winnende tijd in 2015, hè? Ja, ja. En Marieke de Brinker was bijvoorbeeld in 241 minuten. Dit is de eerste keer dat Marieke de Brinker hier onder de 40 minuten binnenkomt, hè? Dat is ook de dag dat Ferry Kreteman wereldkampioen werd 40 jaar geleden op de Nürburgring. Wordt zij hier de snelste vrouw, althans in haar tijden, was dat 41 minuten, dat 40 minuten en 39 minuten. 858 van andere dingen. 858 maar de brandweergroep ook weer goed, jongens. En dat is mooi, want de brandweergroep van vorig jaar 40-14. En die lopen nou de brandweergroep om even te kijken. Die lopen nou maar 40-58. Die zijn zo'n 40 seconden minder snel. Maar ja, het was ook maar een klein brandje. Het was niet dat het alle grote gevaren. Mooi jongens. Ik ben een mooie kerel, toch? Met een beetje platjes, hè? Hij is platjes die daar binnenkwam. Komt niet op het scherm, maar hij komt wel door, hè? 733. Wat heeft zij? Gaat zij nog met een vriendje effen? Hè? Ja, je moet toch 3,5 uur boek maken met zo'n ding, hè? En dan doe je nog kijk, 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 kijk. 910 man. Wat lekker is dat als je zo lekker doorkomt. Is dat Steven Frans van de Superstadel? Hoe gedaan, hoor. Dat is goed als hij dan binnenkomt. Hij gaat binnen zitten, klokje erbij, klokje erbij, klokje erbij. En dat zal nog. Lars, hij was de vorige ronde was hij vierde, maar hij kon al wat vijfde binnen bij de mannen 50, hè? Die aan het terug op dat scherm. En met nummer 782. Ik denk toch morgen mag je natuurlijk zeggen, want dat is Heike Jacob. Heike, jij was tweede bij de vrouwen 35. Als we goed op het scherm te kijken. In een tijd van 43-41 gedaan, hoor. Wat doet die Rabobank en Vaart? Ja, dat is ook wel goed, hoor. Want dat is ook met 851. Rabobank, dat is Ederijn Nouda. Dat is Maaike de Oude, Christian Koning. Dat is Royster Rothuis. Ja, toch ook. Dat zijn natuurlijk niet de beste Rabobank. Plus en 3 en 7 is niemand minder dan Frederik-Jan Takman. Is dat een van die snelle takmannetjes? Dat is een van de snelle takmannetjes, dat kun je niet zeggen. Frederik-Jan Takman. En volgens mij, was die Frederik-Jan Takman, die was in 2015, liep die 44-4, hè? En dan loopt hij weer naar 44-4. En toen was hij weer tegen. Die takmannetjes, die doen het goed, hoor. Dat is een mooie. Je popje, ook altijd lekker, hoor. Dat je ondanks 45 minuten goed gedaan, Nadja. Is dat Henk Hakkenberg uit Herman, Ben is erbij, Nieke erbij. Mamie de Wit komt binnen, Gerrit Bouwhuis. Bedankt, Gerrit.
Je wordt 40, man. 48 minuten. 50 jaar, hè. En dan moeten ze gewoon ben, hoor. Want dan ben je 46 en 47. Dan denk je ook over... 47, 47. Zo, Bert. Goed zo, dan zet hem op, hè. Wat is er dan?